je kunt je ook niet, laten we zeggen, verlaten op het standpunt van wij zijn niet de experts. Om vervolgens ons te beschuldigen dat we niet met alternatieven komen, terwijl wij misschien wel de experts zijn. Dit is gewoon intellectueel, deugt dit niet. Maar laten we wel wezen, want dat was mijn argument, wij zijn experts niet. En een van de redenen die ik heb om dat te zeggen is dat het volgens mij ongelooflijk belangrijk is, zeker bij complexe vraagstukken als dit, dat niet alleen de experts aan het woord zijn. Ik heb zelf, als ik kijk naar mijn eigen intellectuele trauma's, heb ik een enorm trauma opgelopen in 2008. Ik heb een enorm trauma opgelopen in 2010, 2015. Eurocrisis, waarin in eerste instantie hebben we te maken met een enorm toezichtsfalen. En dat leidde tot de bankencrisis. Dat werd helemaal geclaimd door economische experts. Eurocrisis, absoluut falikant verkeerde besluitvorming, volkomen gedomineerd door macro-economische experts. Dus er is ook een gegronde reden om op de een of andere manier te menen dat als we geconfronteerd worden met vraagstukken die zulke consequenties hebben voor gewone burgers, dat dat een breder debat is en dat dat niet alleen maar gemonopoliseerd wordt door experts. Maar dat is fantastisch, dames en heren. Het pad naar vrede gaat niet via zwakte, maar gaat vanuit kracht. Ja, want de internationale. Maar die kracht die heb je niet en die ga je ook niet krijgen. En dan doemt de vraag op, hoe ga je daar wel komen? Want we moeten naar vrede. En het pad van verdere militarisering, dames en heren, gaat hem niet worden. Ik ga het andersom draaien. Als we het pad van militarisering niet doen, dan leidt dat juist tot oorlog. Oorlog met Europa, waar nog veel meer mensen. De paradox van Boekenstein. Jullie herhalen in feite steeds, er is maar één perspectief. Er is maar één perspectief wat geldig is. En dat hebben we dus de afgelopen 2 jaar gehoord. En wat wij zeggen is dat er zijn veel meer perspectieven, maar die komen niet naar voren. Die worden in feite gedelegitimeerd, gediskwalificeerd als Poetin-versteers enzovoort. Geen gehoord. Dus ik hoor, dat is wat ik jullie verwijt. Maar goed, maar misschien zit je dus zelf wel in een tunnel als je zegt, ik heb er nog niet één gehoord. Maar je biedt geen alternatief. Je moet een alternatief schetsen hoe dat werkt. En ik heb het niet gehoord. Zal ik je toesturen? Er zijn natuurlijk heel veel alternatieven over tafel gegaan. Jullie vragen natuurlijk aan Martijntje en Ewald heel vaak, hoe dan? Ja. Hoe geldt dat voor jullie? Want jullie zeggen natuurlijk ook, we zitten in een fuik. He? Dat woord is heel vaak gevallen. En dat is niet handig. Daar moet je op een manier uitzien te komen. Hoe dan volgens jullie? Wat wij zeggen, en volgens mij hebben we daar goed over nagedacht, je moet wapens blijven leveren, waardoor op termijn Poetin wat gaat inleveren. Dan is de kans dat Poetin gaat praten is groter. Dan ga je door met wapens leveren. Dan komt er een staakt het vuren. En dan komt zelfs een NAVO-lidmaatschap van Oekraïne, van de Rompstaat, in beeld om te voorkomen dat Poetin zich herstelt en het nog een keer doet, en om te voorkomen dat hij naar ons komt. Maar is dan niet eigenlijk, en dit is misschien een beetje flauw, maar is het niet wat jullie allemaal zeggen, is het niet en-en? Je moet en die uitweg zoeken in de diplomatie, maar dat kan alleen maar als je ook wapens levert. Ja. Dus dan duidelijk. Ja, maar we zien dus die diplomatieke bewegingen helemaal niet gebeuren. Ook gewoon niet als krantenlezer. Dat is gewoon niet waar. Ja, dat is echt niet waar. Als krantenlezer. We hebben uitzendingen gemaakt over. We worden opgewarmd voor een oorlogseconomie. Nee, kom. Dat heeft Rusland gedaan. Dat gebeurt wel in het publiek. Sorry, maar het klopt gewoon niet wat je zegt. Dit is feitelijk onjuist. Er is vanaf dag 1, om precies te zijn vanaf dag 3, foutje, is er onderhandeld achter de schermen. Het is gewoon niet waar wat je zegt. Dus die behoefte om te onderhandelen is er wel degelijk. Heel recent zijn er nog fact-finding missies geweest vanuit Moskou naar onder andere Washington. Je hebt geen idee wat er op de achtergrond gebeurt. En dat heeft hiermee te maken. En onderhandelingen zijn een reflectie van de wapensituatie. Ja. Ik kan het ook niet mooier maken. Alleen het probleem is, de ene keer wil Poetin niet meedoen. En die zegt van, nou, bekijk het maar. In die situatie zitten we nu. En de andere keer zegt Oekraïne, nou, het gaat wel lekker eigenlijk op het slagveld. Dus die zegt, nee. Dus wij, het Westen, probeert zo snel mogelijk een einde te maken aan die oorlog. En dat heeft niets te maken met een oorlogseconomie. Maar het is God beter het wel zo dat op dit ogenblik de grote dreiging door Rusland wordt veroorzaakt. Kijk wat er gebeurt op dit ogenblik met de militaire districten in het westen van het land. De investeringen in defensie. Wat wil je dan doen? Niks. Zeg het maar. En wat gebeurt er als de Baltische Staten worden ingevallen? Gaan we die dan opgeven? Zeg het maar. Zeggen we dan weer van, ga maar liggen. Ja. En dat is natuurlijk het hele punt. Laatste woord. Ja. Nou ja, kijk, een van de dingen die op dit moment heel erg veel gebeurt in het publieke debat, en politici zijn daar medeplichtig aan, is dat de Russische dreiging enorm opgepompt wordt.
Met jouw stap, de volgende stap is de Baltische Staten. Er is geen enkele indicatie dat Rusland daadwerkelijk de strategische voornemens heeft om dit te doen. Helaas. Als je ziet, ziet wat een ongelooflijke militaire problemen het opleverde om alleen maar die oostelijke delen van Oekraïne te bezetten, dan geeft dat al aan dat verdergaande strategische invasies. Jongens, dat is een pipe dream. En het wordt dit moment gebruikt om op de een of andere manier weer de Europese burgers gereed te maken voor een oorlog, een economische situatie waarin een groter deel van het publieke budget opgesoupeerd wordt door wapentuigen. Een heel waarschijnlijk scenario is deze. Dat is een hele beperkte aanval op een Baltische staat. Gewoon echt om even te testen. Dat heet horizontale escalatie. Dat is in 1991 heeft Saddam Hussein dat gebeurd door raketten uit op Israël te schieten. Toen ontstond de Golfoorlog daarvoor. En wat je probeert te doen daarmee is de chaos nog groter te maken. Dat is een zeer reëel scenario. En daarvan weten we op dit ogenblik dat er ook voorbereidingen toe worden getroffen. Dus ik bedoel, ik vind allemaal. Ik ga helemaal graag met jullie mee. Wij gaan ook heel ver mee met je opvattingen. Maar het probleem is, op een gegeven ogenblik gaat het wel over de feiten. En die hebben we al erg vaak moeten corrigeren nu. Ho. Ja. Dat is wel een enorme professorale uitspraak, zeker. Meneer De Wijk. Ik ben ook professor. Ja. Ik wil wel kwijt dat ik blij ben met de uitnodiging van Arend Jan. Nee, maar dat vinden wij ook belangrijk. En dat eigenlijk ook, dat we nu in gesprek zijn, al een hele vooruitgang is ten opzichte van de situatie die ik een maand geleden ervoer, namelijk dat er helemaal geen publiek gesprek was. En ik hoop dat het hiermee geopend is en we hebben laten zien dat er wel degelijk andere perspectieven mogelijk zijn. Dankjewel. Aan de luisteraarsvragen komen we niet meer echt toe, maar op Twitter wist iedereen toch eigenlijk alles al zeker. Ja. Dus dat geeft niet zo erg. Een enkeling, zoals Don Bazit, die zei: complimenten aan allen voor het aangaan van het gesprek hierover met andersdenkenden. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar vandaag de dag is het dat niet. Dat compliment is voor jullie. En dit was weer Boekestein en De Wijk. Niet door me heen praten, Rob. Namens Arend Jan Boekestein en Rob De Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Martijntje Smits en Ewald Engelen. En fijn weekend. Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app. Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en De Wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.